zeggen. Nou, hallo allemaal. Ik sta hier met Ashley in de stad van Haarlem. En ik ga een aantal vragen stellen over Doe Maar, wat aanstaande zaterdag in de patronaat gefeest gaat worden. 22 september, ja ik ben er. Om half acht de aanvang, breng je aanhang. Stress bedoel, de opposit. En Doe Maar met een nieuwe hit. Ashley, Doe Maar. Je bent. Ja, ik heb wel van gehoord, maar ik ben de leeftijd... Lang geleden, laat me het zo stellen, heb ik dat soort muziek achter me gelaten. Natuurlijk niet toe. Ik heb wel van gehoord. Wist je dat Doe Maar aanstaande zaterdag in de patronaat kwam? Nee. Oh ja, maar ik wist helemaal niet dat ze in Haarlem. Ik heb ook over gelezen. Weet je wie er zaterdag allemaal nog meer komen? Dat is goed doel. Ja, klopt. Nee, laat me eerlijk zijn. Ik ben een 80-jarige, dus ik moet even... Kun je Gert Pardoe? Wat je zegt? Gert Pardoe? Nee. Ja? Kraantje Papi. De opposites, zie je die? Ja. Kraantje Papi. Ja. Ken je die denk ik ook wel? Ja, dat zegt mij dus helemaal niet. Dat tegen mijn buren zeggen, gaan ze meteen. Ja, zeker. Die zijn helemaal te gek. Van onze generatie. Gaat u erheen? Ik wist niet eens dat het kan. Het kan best wel spannend zijn, denk ik. Ja, zeker wel. Kan ik best wel waarderen. Ja, oké. Nog steeds gaande, niet te stoppen. Terug met de nieuwe hit om weer te rocken. In patronaat, dus kom niet te laat.